We staan bij Rapenburg. Hier heeft de echte Erik Hazelhoff dus gewoond. Daar woonden die, waar die jongens staan. Ja. We spelen 30 april onze jubileumvoorstelling, 12,5 jaar jubileum. En we gaan straks de vlag hijsen van het 12,5 jaar jubileum. En dan gaan die echte jongens van Minerva ons bij helpen, hopen we. Ja. Hé jongens, Hallo. Kan je ons helpen? Laten we zijn nog niet heel enthousiast, maar komt goed. Lang verhaal, maar dat is op. Achter je hangen de twee Leidse manifesten. Daar weer twee van. Eentje is gerestaureerd door de universiteit. En de andere hebben we gekregen van de Erik Hazelhoff Hoelsma Stichting. Het is wel altijd mensen, als je zegt waar je woont, en zegt hé, dat is toch van de laat van Oranje. Dat is wel een hele mooie historische lading over hem. Ook als mensen die gewoon aanbellen en vragen, hé, mag je even binnenkijken? En dan zeg je, nou, liever niet, maar nee. Ja. Ja, voor de rest blijft het gewoon een studentenhuis. Morgen!